Buiten is het guur en stormachtig, maar bij kinderboerderij Zee Gesloten in Alphen aan de Rijn is het al lente wat de klok slaat. Het is druk in de kraamkamer van de kinderboerderij. De eerste babyboom is achter de rug en drie zwangere ooien staan op het punt van bevallen. We hebben net de eerste geboortegolf gehad. Ik denk een stuk of 10. Misschien wel meer zelfs. Het is niet drukker dan andere jaren. Wat we wel merken is dat de lammetjes allemaal iets groter zijn, omdat het gras aan het einde van het vorige jaar nog goed stond. Dus dat ze goed hebben kunnen eten. Dus we hebben iets grotere lammeren. De geiten en schapen bevallen allemaal in een aparte kraamkamer. Dat heeft te maken met de regels rondom de Q-koorts. Ze zijn dus wel allemaal ingeënt. Dat zijn we dus ook verplicht, omdat we een publieksfunctie hebben. Zijn alle geiten en schapen wel ingeënt tegen Q-koorts. Maar buiten dat moeten ze het ook gewoon afzonderlijk aflammeren. Er is een groot verschil tussen de bevalling van een geit en een schaap. Marenna loopt stage bij de kinderboerderij en heeft geholpen bij de bevalling van een schaap. Ik heb ook zelf mogen helpen, bij schaap voornamelijk. Bij geit hoeft dat eigenlijk niet, die kunnen dat vrij goed zelf. Dat lammertje ligt meestal in één keer gewoon goed en dat krijgt ze dan zelf helemaal voor elkaar. Maar schaap is iets lastiger, die moet je vaak wel helpen. Het heeft een beetje klem gezeten, waardoor hij een krom pootje heeft. En allebei de pootjes was dat zo. Maar inmiddels kan hij dit pootje alweer goed strekken. En dartelt hij vrolijk rond. Maar hij krijgt nog wel elke avond een flesje van mij om een beetje groter te worden. Er zijn nog steeds een paar dames die moeten bevallen, dus de drukte is nog niet voorbij. Deze moeten nog, ja. Hier zitten er nog drie en dan lopen er nog... Vrijdag gaan er nog weer, komen er nog weer acht naar binnen. En die gaan vanaf volgende week weer lammeren. Deze gaan ook van het weekend zo'n beetje aflammeren.